Hallo Jeff en Matties. Het is enorm vrijdag, vrijdagochtend. En ik heb een behoorlijke montageachterstand opgelopen de afgelopen dagen. Het was natuurlijk heel heet. Zeker in de Jaapstraat wordt het dan al snel enorm warm. Nou ja, Ajax heeft gespeeld. Ik ben met Redouan bezig kijken bij Gijs de Rooij. Was ondanks het verlies heel gezellig. Gisteren had ik allemaal familie over de vloer. Mijn ouders zijn 35 jaar getrouwd. Woehoe! En dat vieren ze in een vakantiepark net buiten Amsterdam. Daar zitten ze een klein beetje. Maar goed, ik kan er dus niet bij zijn. Dus speciaal vanwege Jaffa Jaffa hebben we dan gisteren één dagje in de Jaapstraat met z'n allen gehangen. Hebben we gegeten. Dus ja, dat was echt super gezellig. Het voelde echt als een enorme vakantiedag. Maar goed, we moeten weer aan de bak. Vandaag ga ik ook nog meloenen verkopen met vriend Marco. Morgen is het Ramadan, daar wil ik ook nog een nieuw item voor introduceren. De Ramadan check-ins. Ik ben gisteren trouwens ook nog behoorlijk verbrand. Nu zie je het niet meer zo, maar gisteren was ik echt knalrood. Maar goed, deze Jaffa Tata, zoals de buurjongens me hier ook noemen. Ik moet me ook gewoon zelf keihard insmeren. Want de zon is ook echt wel gewoon genadeloos hard. Lang genoeg gepraat, ik ga aan de slag. Mocht je nog ideeën hebben, leuke ideeën voor mij om te doen in de Jaapstraat. De laatste 98 dagen. Laat het dan even weten in een berichtje op YouTube of Facebook. En sowieso even de duimpjes omhoog natuurlijk. Ja! Yeah!